In Wassenaar zijn ze het gemeentehuis maar vast aan het oppoetsen voor een zelfstandige toekomst. Het hoge woord is eruit. Samen met Voorschoten willen we niet en het hoeft ook helemaal niet. Als ik naar Wassenaar kijk, heeft Wassenaar heel veel belang bij actief en inhoudelijk goed onderdeel blijven van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In Voorschoten zijn ze niet heel rouwig om het oordeel van Wassenaar. Sterker nog, daar zagen ze een fusie ook helemaal niet zitten. Met andere woorden, het gaat definitief niet door. Nou, dat lijkt het wel op in elk geval. Het wordt wel erg ingewikkeld als je beide uitspreekt zelfstandig te willen blijven en dat ook kunt onderbouwen met een goed verhaal. En het leek zo'n goed idee jaren geleden. Wassenaar en Voorschoten liggen naast elkaar. Zijn allebei dorpen en als je die samenvoegt heb je een grotere gemeente en dan sta je sterker. Maar wat blijkt? Wassenaar kijkt richting Den Haag, Voorschoten richting Leiden. Dat was altijd al zo en dat is niet veranderd. Twee partners die allebei een andere kant op kijken. Dat is vraag om problemen in een goed huwelijk. Het was misschien een gelegenheidshuwelijk, misschien een verstandshuwelijk in een tijd dat de herindelingsspook rondwaarde in Nederland. En dat dat een soort buffer was tegen iets wat nooit gekomen is. Maar er is al wel op voorgesorteerd. De ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten zijn namelijk samengevoegd. Er is dus één grote club ambtenaren die werkt voor twee gemeenten die nu een andere toekomst ingaan. Het is ingewikkeld, maar het kan natuurlijk wel. Kijk, als je weet wat jouw opdrachtgever wil, dan kun je daar met een team wat compact is en toegerust op haar taken. En op dit moment hebben wij geen twijfel over de inzetbaarheid van die werkorganisatie. Natuurlijk prima die dienstverlening voor die inwoner tot stand brengen. Dus het kan wel. Daar zullen we met elkaar het goede gesprek over voeren. En ik heb er alle vertrouwen in dat we daar gewoon goed uitkomen. Dinsdag zit Wassenaar op het provinciehuis om de keus toe te lichten. De inwoners van beide dorpen lijken nu in ieder geval blij. Het was natuurlijk een doodgeboren kind vanaf het begin. Dus, kijk, als we iets met Wassenaar zouden hebben, dan zouden we wel een bus lopen. En we zijn ook een heel andere soort dorp. Nou ja, ik ben eigenlijk wel voor Leiden. Ik vind niet zo erg dat ze niet bij Wassenaar gaan. Ik woon al sinds 1952 in Wassenaar. En Wassenaar vind ik een heel apart dorp en dat moet zo blijven.